Welkom bij Atelier Bettina. De materialen die ik gebruik zijn Rembrandt aquarelverf, 300 grams aquarelpapier, een HB potlood en kneedgum. Ik begin met het schilderen van de grote vlakken. Die doe ik nat in nat. Dus ik maak eerst het papier nat en daarna zet ik de verf er vloeiend in. Nu gaan we schilderen met de techniek nat op droog papier. Dus je maakt het papier niet nat, je schildert dus alleen met natte verf op droog papier. Soms maak je een keuze om over de nat en droog techniek toch nog een nat en nat te doen. Hiermee vervaag je de nat en droog lijnen en wordt het een geheel. Voor meer digitale leskaarten of digitaal les volgen, kunt u terecht op www.atelierbettina.nl. Vond je dit een leuke les en leerzaam? Doe dan een duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes ontvangen van Atelier Bettina? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot ziens!